Manneke, je mag mij nog zo'n sausjes geven. Ah, wel, mij ook. Sorry. Ze zijn op. Op? Maar lekker, men. We hebben nog zeker 3 dozen. Maar gelukkig, want zo'n lekkere worsten, die vinden niet veel niet meer. Nee, dat is waar. Hier zit tenminste nog vlees in. Waardoor, Rick? Stoefen over mijn woord. Ik ben Balthazar Boma, PTC van de Boma Vleesindustrie NV. Enchanté. Meneer, ik vind uw worst de lekkerste die ik ooit al gehad heb. Dat is zeggen alle vrouwen. En Carmen, mijn worst is een BV. Ja, natuurlijk. Oeh, madame Carmen, dat is toch geen worst van Boma? Maar ik zweeg. Zeg, geen worsten van mij, zegt hij. Van wie zouden ze anders zijn, kieken? Van de Pens NV. Enchanté. Dat vond ik wel... Dat is mijn marchandise niet. Nee, dat is goeie marchandise. Ja, ik heb nu iemand anders die levert en vanaf nu heb ik nooit nog klachten en mijn frituur heeft nog nooit zo goed gemarcheerd. We hebben een contract, hoor. Zij zijn verplicht van mijn marchandise te kopen. Ja, en in de bak vliegen zeker, omdat ik de mensen vergiftig. Salut, gij. Dat zullen we nog wel een keer zien, hè. Ja, en je zult nog veel meer zien. Markske, geef de rest ook maar mee terug aan meneer Boma. Tot uw orders, madame Carmen. Ja. Madame Keus. Wat is dat? Dat is uw brol die de mensen hebben teruggegeven. Wat moet ik daarmee doen? Dat weet ik niet. Maar de mannen van de vuilkar hebben gezegd dat het klein gevaarlijk afval is. Geinke tik. Maar je zegt van mij nog niet af, hoor. Nee, maar wij wel van uw worsten. Gas, water, elektriciteit, mazout. Belastingen, milieutax, provincietax. Ah, man. De kleine zelfstandige kan nog amper het hoofd boven water houden. Wat is dat? Maar zeg, wat zijn die twee daar bovenaan het doen? Zeg niet. Nu overdrijven ze toch een beetje. Oei, gaat op mij kloppen. Ja, maar zeg, ga niet blijven lachen, hè. Nee, dat is waar. Want ik moet dadelijk gaan werken en zo te zien regent het serieus buiten. Kijk, hè. Die douche loopt dus gewoon terug goed, hoor, hè. Jij, hè. Heb jij ook een douche genomen? Ga jij ook al beginnen, ja? Nee, ik heb al gedaan. Maar als ik u een goede raad mag geven, meneer Stoknap... Als je nu de volgende keer nog eens een douche neemt, doe dan toch eerst je kleren uit. Jij hebt een lek. Ik? Dat denk ik niet vanaf. Mijn bureau staat onder water en dat komt van hier. Hoe dat komt van hier? Van uw douche. Mark doucht te veel. Ja, en van wie is die een douche? Ah, van mij natuurlijk. Ah, voilà. Dan moet jij een nieuwe zetten. Wat? Ah ja, als eigenaar zet jij dat verplicht. Dag, Fernand. De nieuwe? Ik denk er niet aan, hè. Nee? Ja, dan moet ik naar de huurdersbond bellen. Wow. En maak nu dat je wegkomt, Fernand, of ik bel de verzekering ook nog. Verzekering? Oh ja, voor de waterschade die jij hier aanricht. Man. Miserie? Kampioenen hebben hun naam weer alle eer aangedaan. Je hebt de nacht bitter weer al omgekocht. Moet dat maar. Uw mannen kunnen niet shotten, dat duist, ja. Maak mij niet visgezind, hè, kopijn. Nee, je hebt al problemen genoeg, zie ik. Problemen? Wat voor problemen? Ah,
als uw eigen personeel uw saucissen al niet meer wil verkopen. Carmen weet niet wat dat goed is. Mijn saucissen hebben nog nooit zo goed verkocht, zal ik het u zeggen. Ja, dat zie ik, ja. Doortje, schuif dat kraam eens op. Mijn klanten kunnen niet meer door, hè? Ja, sorry, Carmen, maar ik moet hier blijven staan van meneer Boma. En doe die lelijke reclameborden weg. Mijn klanten, hun honger gaat ervan over. Ja, jij hebt anders goed te doen. Ja, dat kunnen we van u niet zeggen, hè? Ah, het is gewoon zo onder mijn duiven schieten. En dat noemt zich dan een vriendin. Ah. Ja, ik kan niet anders, hè. Meneer Boma is mijn baas. Ja. De mijnen ook. Maar ik heb tenminste haar op mijn tanden. Nou, voilà, alsjeblieft, vriendje. En voor u de servo. Alsjeblieft, zijn wij nog een vriendje. Ja, meneer Boma, de zaken gaan goed, hè. Ja, ja. Je zult niet blijven lachen, Miss Ketchup. En waarom niet? Zie je hoeveel klanten ik heb? En waar zijn die van u? Hè? Maar ze heeft gelijk, hè, Balthazar. Wordt het misschien een tijd dat jij marchandise van een ander ook gaat verkopen? Jamais de ma vie. Gooi marchandise, hè. Ik zou je bijvoorbeeld vlees kunnen leveren om in uw worsten te draaien. Hé, ik ben niet zot, hè. Ik ga mijn klanten niet vergiftigen met uw salmonella. Welke klanten? Hé, jij raakt uw worsten zelfs niet kwijt dat je ze vernietigd hebt. Dat zullen we nog wel eens zien. Pardon. Allee, kom, leg je machtig. En ga, ga. Boma wacht. Gratis, Boma wacht. Hé, maar dat is niet eerlijk, hè? Alsjeblieft. Niet allemaal tegelijk. Alsjeblieft. Makkelijk eten. Maar wel, Jean-Luc, wat zijn de dagen van, hè? Dat de mensen smaak hebben, meneer Balthazar. Meneer Boma. Meneer Kimpe, ook een borrel? Nee, dank u, het is nog te vroeg. Mag ik nu eindelijk weten wat jullie hier komen doen? Dat gaat grap genoeg weten. Allee, toch, maar passeert er nu weer zo. Ik heb de tijd niet op mijn broer. Allee, je moet u niet generen, hè, Jean-Luc. Komt er nog wat meer bij mij lachen? Nee, Balthazar. Daar zijn de feiten te ernstig voor. Veel te ernstig. Balthazar, dat is meneer Kimpe. Huh? Inspecteur van het Federale Voedselagentschap. Hebben ze u eindelijk weten te vinden, Grootjans? Het is helemaal niet grappig, meneer Boma. Gisterenavond is de volledige ploeg van meneer Grootjans in een ziekenhuis opgenomen met een voedselvergiftiging. De schelkens liggen in de patatten bij gedacht. En het vermoeden bestaat dat ze die vergiftiging hebben opgelopen na de match. Dus dachten wij in de eerste plaats aan uw worsten, Balthazar. Eer wie ere toekomt, hè? Maar, dat kan niet. Dat weet ik. Ah. Want ik verbied mijn spelers om uw brood te eten. Maar ja, je kent die jonge gasten, hè? Aan mijn brood, aan mijn worsten markeert niks. Dan ben ik 200% zeker. Dat kan goed zijn, meneer Boma. Maar voor alle zekerheid ga ik nu uw vleeswaren inspecteren. Nu? Doe maar. Ik haal u direct een doos. Een doos? Nee, nee, Balthazar. Hij gaat heel uw fabriekje uitmesten. De fabriek? Nu? Nu. Geen probleem. Ja, hé. Gisteren was een van onze beste matchen van dit seizoen, hè, mama? Ja, ja. Het was maar 0-6. Maar ja, binnenkort gaan we nog winnen ook. Ja, als je we goal dichtmetselt, zeker. Sjoeke, jij moet in uw ventje geloven. Ik geloof wat ik zie en dat is geen vette. Ik weet niet, nogthans. Mag ik hier een douche komen nemen? Wat is het? Zit je zonder water? Nee, Fernand is een nieuwe douche aan het installeren. Amai, dat zal wat zijn. Ja. Heeft hij iets gevonden op stort? Ja, een grote regenton met een gieter boven. Nee,
een spiksplinternieuwe douche. Oh, ja, oh, nee. Met massagejets en al. Is Fernand ziek of wat? Ja, ik snap het ook niet. Ik ben in ieder geval blij dat Mark weer kan douchen. Ja, als hij van die frituur komt, ja. Oh, dan stinkt hij nog bij. Dat komt wel niet uit mijn frituur, hè? Oh, nee. Die frietstank, hè, die kunnen wij dikwijls ruiken tot hier in het café. Ja, dat hier stinkt, dat is waar. Ja. Ja, wij moeten regelmatig al ons kleren laten kuisen als wij hier uit dat café komen. Ja, ja. Ik zal u de rekening van de droogkuisjes bezorgen, zeg. Ja. Oh, zeg. Dat is toch waar. Ja. Carmen, kom ik mee. Kom ik mee. Wat is er, voorzitter? Heb je buikkrampen? Heb je van uw sausissen gegeten, misschien? De inspecteur van de Voedselfederatie wil fabrikant inspecteren. Oh, dat werd tijd. Dat is voor een voedselvergiftiging. Wat heb jij dan? Ik wist het, hè, dat er vroeg of laat doden gingen vallen door die sausissen van u. Doden? Er zijn toch geen doden gevallen? Nee, nog niet. Maar dat kan nog komen, hè. Oh, en dan is het gedaan met de Boma Vleesindustrie NV. En gedaan met de PDG. Dat is niet waar, hè? Ja. En gedaan met de kampioenen. Ja. Dat is niet waar, hè? En gedaan met café. Dat is niet waar, hè? Nee, dat is niet waar. Pascal. Markske. Kom eens hier. Maar wacht even, nou, ik stink, ik ga eerst een douche nemen. Ja, maar waar gaat jij dan douchen? Ah, in onze prachtige nieuwe douche. Ah, zeg, en wie heeft die nieuwe douche geplaatst en betaald? Ah, jij natuurlijk. Ah. Ah, fantastisch, meneer Fernand. Oh, Pieke, die wou dat dus eerst niet geloven, hè? Zoals jij altijd op je geld zit. Maar hoe durft ze? Ja? Maar Marske, nu je het toch over geld hebt, je begrijpt dat ik nu extra inkomsten zal moeten zoeken, hè? Oei, ja. Ja, dan gaat het meer moeten verkopen, meneer. Ah, wel, dat had ik ook gedacht, zeg. Voilà. Ik durf wedden, ja. Voor 1 euro, ja. Dat jij dat karken hier, hè, ja, niet vol krijgt binnen de 5 minuten. Huh. 1 euro, 3 minuten. Dat wil ik wel eens zien, hè. Kom. Deal. Ja. Hey, timen, hè. Ah, ja, ja. Ja. Klaar? Oké, okay, ja. 3, 2, 1, start. Ja. Doortje, heb je al nieuws van die inspecteur? Nee, nog niks gehoord en niks gezien. Ik hoop dat die razijnpisser heel vlug van zich laat lopen. Dan heb je geluk, meneer Boma. Want die razijnpisser is net binnengekomen. Die razijnpisser van de Jean-Luc, hè? Groot Jans. Oh, mij zo durven verdenken, allee. Meneer Boma, ik heb nieuws. Geen goed nieuws, precies. Nee, zeg dat wel. Slecht nieuws dan. Is het zo erg? Veel erger. Ai, ai, ai. Ja, ik heb niks gevonden in uw fabriek. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Maar hij zegt, ik heb niks gevonden. Ik zeg het ook dat niet kan. Dat ze iets gevonden hebben, natuurlijk niet. Oh, en je durft mij zo verdenken, is dat geen schande? Ja, meneer Boma, wij moeten alle mogelijkheden onderzoeken. Ja, maar natuurlijk eerst bij Balthazar Boma, hè, terwijl dat er nog anderen zijn die brol verkopen. Ah ja? Ja, iedereen verkoopt brol. Zelfs in de frituur van Carmen, hè. Oh, daar verkopen ze tegenwoordig sausjes van discutabele kwaliteit, hè. De frituur? De frituur, ja. Op het voetbalveld. Zet je daar geweest? Nee. Bij Balthazar Boma? Ah ja, natuurlijk. Goed, meneer Boma. Dan zullen we daar ook eens een kijkje gaan nemen. Bedankt voor de tip. Graag gedaan. En je weet het, hè. Shhh. Mondje dicht. Dat heb ik nu eens goed gezegd, hè. Ja, heel goed gezegd. Nu gaat hij Carmen haar frituur ook controleren. I'm very sorry, zust is zust, hè. Ja, maar meneer Boma, je weet toch wie de eigenaar is van die frituur? Ah, en wie gaat er dus voorop draaien?
gaan ze mij dat nu ook nog aandoen? Oh ja, meneer Boma, zust is zust, hè. Hé. Hey. Mark, wat is dat hier allemaal? Ja, sorry, Bink, ik had geen plaats om ergens anders te zitten. En van waar komt dat? Ja, van bij Fernand. Ik heb dat gekocht in 3 minuten. Maar schat ik, hoe is dat nu toch mogelijk? Ja, Bieke, rap zijn, hè. Je hebt weer een kat in een zak gekocht. Maar nee, echt enkel wat hier staat. Maar dat gaat niet pakken, hè. Ik ben het kotsbeu. Oei. Fernand. Sorry, Bieke. Zie, ik ben niet van slechte wil, hè. Ah, wel, het is te hopen. Want jij gaat al die rommel, hè, terug meenemen. Sorry, Bieke, maar verkochte goederen worden niet teruggenomen. Jij moet mijn Mark met rust laten. Oh. Jij profiteert gewoon van zijn domheid. Van zijn goedheid. Sorry, Bieke, maar ik ben een commerçant, hè. Ik kan daar ook niet aan doen dat ik u een echtgenoot zo gemakkelijk in het zak iets kan verkopen, hè. Daar heeft u natuurlijk wel gelijk in, hè, Bieke. Mark! Ik ga mijn adres kammen. En nu jij. Jij gaat al die rommel terug meenemen of ik zal... Sorry, Bieke, maar ik heb niks verkeerd gedaan, hè. Ik heb Mark niet gedwongen. Ik heb hem geen pistool tegen zijn hoofd gezet, hè. Nee. Maar ik zal dat wel bij u doen als jij niet ophoudt met mijn markt te misbruiken. Misbruiken, zeg, Bieke. Maar dat zijn zware beschuldigingen. Oh, dat doet zeer. Bieke, ik heb hier nog iets voor u. Je gaat de huur weer opslaan, hè? Ah, ik kan toch niet anders, Bieke. Zeg, ik heb verfraaiingswerken uitgevoerd, hè? Een spiksplinter nieuwe hoogtechnologische douche, hè? Fernand, vergeet het. Ik betaal dat niet. Bon, als jij van slechte wil zijt, dan zal ik er u moeten laten uitzetten, hè? Uitzetten? Wel, maar dat is een goed gedacht, hè. Hier. Hier. Oh, voilà. Dat doet goed, hè. Ik ga mijn haar nog eens kammen. Meneer Boma, ik heb hier echt problemen mee, hè. Doortjes, wat ben ik dit waar, hè? Ik heb geen probleem en dat is wat telt. Jij hebt geen geweten, gij. En gij spreekt nog altijd tegen uw baas, gij. En als gij niet akkoord gaat, moet jij gaan. En wel, ja, ik ben weg, zeg. Maar als gij nu gaat, dan moet gij morgen niet meer terugkomen, gij. Compris? De geweten van u stelt ook niet veel voor. Een chantage. Zorg maar dat jij dat contract klaar houdt. Ah, Carmenneke, ma copine bien aimée. Xavier, mon copain préféré. Bienvenue. Oh, zijn wij dan? En wat was er nu zo dringend? Eerst een beetje chambreren, hè, Carmen? Allee, ga zitten toe. En we gaan het drinken, hè. Champagne. Oh ja, natuurlijk. Voor mij een pint. Allee, Xavier. Ja, Sjoeke, ik drink dat niet graag. Dat is precies slechte limonade. Oh. Maar Jacqueline, champagne. 2 koekjes en een pint. Bon, Carmen, ik ga hier direct met de koeien thuis vallen. Hè. Ik vind dat ik de laatste tijd zeer lelijk gedaan heb tegen u. Wat? Je bent lomp geweest. En effet. Onbeschoft. Ook, ja. Ongemanierd. Grof. Ja, Carmen, het spijt me, oké. Ja, het is al goed, vergeven u. Ja, als je lomp geboren bent, dan kun je daar zelf niet aan doen. Nee. Carmen, ik ga u een propositie doen die jij niet kunt refuseren. Pas op, hè, Carmen. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat je hem d'akkoord gaat, hè. Doortje, alstublieft. Ja, Doortje, alstublieft. En wat is die propositie? Kijk, door al die ruzie over mijn sissen ben ik tot het besef gekomen dat ik mij veel te veel moei met uw frituur. Dat is waar. Tenslotte hebt gij ze groot gemaakt, uw frituur.
Ook dat is waar. Jij weet wat het beste is voor uw frituur. En ook dat is waar. Daarom ben ik tot het besluit gekomen om uw frituur aan u te schenken. Ik heb u toch gezegd dat dat niet te drinken is? Niet gaat dat dicht, meneer Boma. Natuurlijk, Carmelke. Het enige wat je moet doen is hier gauw uw poten onderzetten. Voilà. Als het dan blijft. Sjoek, hè. Zijt je wel zeker? Xavier, zwijg. Carmen, je kunt je nog altijd bedenken, hè. Zo'n frituur, dat is een hele last, hè. Doortje, zwijg. Dat is toch raar, hè. Hoe rap sommige mensen jaloers zijn. Aangezet. Hallo, wat doe jij hier? Maak dat jij wegkomt of ik bel de politie. Ik ben hier de huisbaas, hè? Ik ben hier op officieel bezoek. Jij mocht hier niet zomaar binnenvallen. Oh, ik ben hier niet zomaar, hè? Hier, zeg. Ik heb een brief bij voor u. Wat is dat? Een aanmaning? Ja. Jij hebt uw opslag nog niet betaald. Ik betaal dat niet. Jij moogt blij zijn dat ik nog geen verwijlinteresse eis. Fernand, ik heb gezegd, ik betaal dat niet. Jij wilde een nieuwe douche, jij zult te betalen ook. Ik heb de wet aan mijn kant. Aha, de wet. Ja, ja, de wet. Dag, Fernand. Dag, Dieke. Bedankt, hè, Fernand. Graag gedaan, Dieke. Ja. Hey, maar dan behoort jij vanaf nu tot de klasse van de middenstand. Hij niet, hè? Maar ik wel. Xavier is nog altijd een boever, hè? En hoe moeten we u nu noemen? Madame Carmen. Oh, wel, dat zou geen slecht gedacht zijn. Ja, tenslotte ben ik eigenares en jij maar Gerard, hè? Ik begrijp nog altijd niet wat Balthazar heeft bezit. Ja, zeg. Dat zou het geen rapper kunnen te weten komen dan dat je denkt. Carmen Waterslagers. Gelukkig niet. Dat is die madame daar die een halve meter boven de grond zweeft. Mevrouw Waterslagers, bent u eigenares van de frituur hier buiten? Ja, ja, ik ben de eigenares. Mama, we zijn nog gesloten. Inspecteur Kimpen, Federaal Voedselagentschap. Ik kom uw frituur inspecteren. Inspecteren? Ja. Naar aanleiding van een geval van massale voedselvergiftiging enkele dagen geleden. Oh. Komt u mee? Ja, ik zou niet weten waarom. Als u dan zo vriendelijk zou willen zijn om mij de sleutels te geven? Dat zie je van u. En ik heb geen vergif in mijn frituur. Mevrouw Waterslagers. De wet verplicht mij u erop te wijzen dat ik in geval van weerspannigheid verplicht ben procesverbaal op te stellen. Uw sleutels, alstublieft. Oh, pardon. Dank u. Ja, Carmen. Dat zou wel eens de kortste eigendomsperiode uit de geschiedenis kunnen zijn, hè? Dat mij dat nu moet overkomen, hè? Oh, jij wist van niks. Boma wist al van gisteren dat jij zou gecontroleerd worden. Oh ja? Hey, waarom heb jij dan niks gezegd? Ja, ik heb het geprobeerd, hè, Carmen. Maar ja, Doortje, zwijg. Oh. Ja, dat is waar. Xavier, zwijg. Nu begrijp ik waarom dat Boma dat gedaan heeft. Oh. Ik zeg altijd, als je het weggeeft... Dan zijn we het kwijt. Nee, dan zijn je er vanaf. Ja, zeker. Bonjour, les amis. Oh. Mascalleke, ben weg. Amai, zeg. Al dat volk buiten. Wel 10 fotografen. En foto's trekken dat ze doen van de frituur. Oh. Van uw frituur, Carmelke. Oh, jij is een bedrieger. Nu weet ik waarom dat je mij die frituur gegeven hebt. Maar hier gaat hem mee voor opdraaien. Heb je het gehoord? Ik denk van die Carmelke. Ik ben niet meer responsabel. Gegeven is gegeven. Oh. Wat, dat kunt je niet maken? Nee, dat kun je niet maken. Ik ben very sorry, maar ik heb het hier zwart op wit, hè. Ja, en zeven ze. Zijt jij bont en blauw? Allee. Allee. Allee.
Fontien! Mark, weet je wat ik nu gekregen heb? Nee, maar ik ga het zeker niet van u overkopen, want dan krijg ik weer een bres met bieken. Ik word gedagvaard door het vredegerecht. Oei, wat heb jij misdaan? Niks natuurlijk, dat is het juist, hè. Dat bieken, hè, dat daagt mij voor de rechter, omdat ik een klein beetje meer huisheer vraag. Oh, dat, ja. Dat is nog niet eerlijk, hè. Ik deed het zo goed met je meen. Allee, geef nu toe, ik verdien toch niet om voor de rechter te verschijnen. Allee, wat moet er nu met mijn klein zieke kindjes gebeuren als ik in de bak vlieg? God, uw zieke kindjes? Dat is lang geleden dat je het daar nog over gehad hebt. Ja, maar dat komt omdat ik niet graag compassie opwek, hè. Ik ben een simpele, eerlijke mens, hè. Ja, ja. Eigenlijk zei jij zo'n slechte nog niet, meneer Fernand. Ah, wel, Mark. Ja. Zou jij in mijn voordeel willen komen getuigen? Je gaat het niet beklagen. Nee, dat wil hij niet. Bieke, jij moest je schamen. Dat kunt je een eerlijke mens niet aandoen, hè. Een eerlijke mens niet, hè. Wacht, je gaat je dan nog beklagen, hè. Als jij die zaak niet intrekt, hè, dan zet ik je buiten en tegen dat jij terugkomt, zijn alle sloten veranderd en dan kun jij op straat gaan slapen. Ik ken u beter dan dat jij denkt, Fernand. Als de rechter dat hoort? Ja! Pascal, geef me nog eens een dakschotel. Tegen de zenuwen. Je zit er precies niet gerust in, hè? Zie, hoe lang zit Carmen nu al bij die inspecteur? Ah, wel ja, veel te lang. Dag allemaal. Ah, Mariske. Dag, Maurice. Pascal, hè. Maurice. Vergeet je niks? Oh. Ja, ik durf nog wel eens vergeten dat wij koppel zijn. Ja. Ik zeg altijd, als jij het vergeet, dan zal ik u er wel aan doen denken. De gele limonade. Graag, Pascalke. En voor mij? Uw frituur staat in de krant. Oh, ho. Dat is mijn frituur niet, hè? De mijne ook niet. Oh. Is frituur oorzaak van massavergiftiging? Vraagteken. Amai. Als Carmen dat ziet... Oei, dat ziet er niet goed uit. Hè. En sinds de dioxinecrisis zijn ze veel strenger geworden. Hè. Ja, fritten zijn sowieso al niet goed voor de gezondheid, hè, Xavier? Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Balthazar, zwijg. Jij hebt al genoeg gedaan voor de rest van het jaar. Ja, en we zijn nog maar het begin. En Sjoeke, hoe is het afgelopen? Ja, hebben ze iets gevonden? Meneer Bomen. Zijt je zeker dat je die schenking niet ongedaan wilt maken? Carmen, I'm very sorry. Ik heb gezegd gegeven is gegeven. En kan ik u echt niet overhalen? Nee. Dus die frituur blijft van mij? Ja. En ik pak iedereen hier in het café als getuige. Jij, hè? Jij hebt geen hart, jij. Nee. Dus daar bestaat geen twijfel meer over? Nee. Ze hebben niks gevonden. De frituur is in orde. Ja, de schelkens hebben hun voedselvergiftiging opgedaan tijdens een breugelmaaltijd. De avond na de match. Ja, het waren de balkens van Jean-Luc Rotians die bedorven waren. Dat is goed nieuws. Ja, en ik heb nog meer goed nieuws. Hè? Ja. Dat daar, dat is meneer Eddy. Eddy... Kormans. Ja. En Eddy is fritdeskundige en conversator van... Conservator. Oh, ja. Van het Frietkotmuseum. Frietkotmuseum? Ja. Wat is dat? Ja. Ah, dat is een museum in Merchtem dat volledig gewijd is aan de friet. Ja. Ja, en Eddy heeft mijn frituur in de krant gezien en hij wil die kopen voor in zijn museum. Die oude barak. Of heeft hij u bijgekregen? Excuseer, oude barak. Het is het enige frietkot van zijn soort in Vlaanderen. En dat is wel uniek, hè? Ja. En hoeveel geef je daarvoor? 20 euro. €20.000.
25.000? Ja. Verkocht. Ja. Balthazar, ik denk dat jij daar nog weinig aan te zeggen hebt. Ja. Nee, hè. Het staat zwart op wit. Ja. Hè. Ja, ja, ja. Verkocht, hè. En meneer Boma, Balthazar, ik werk niet meer voor u. Ik neem mijn ontslag. Je kunt uw boel zelf opkuisen. Kijk, Merk, die schenking, dat was toch maar om te lachen, hoor. Allee, kom. We kunnen dat hier ongedaan maken, kom. Nee, meneer Boma, je hebt het zelf gezegd. Gegeven is gegeven. Ja, ja. Gedacht. Ja, ja, u gedacht. Ja, ja. Je ziet, meneer de rechter, ik ben gewoon een hardwerkende mens die probeert een heerlijke boterham te verdienen. Meneer Kostermans, dat heb je nu al 20 keren gezegd. Maar ik moet er nog altijd het eerste bewijs van zien. Mevrouw Vertongen, naast de geluidsopname, hebt ge nog ander belastend bewijsmateriaal? Ja. Dat zou mij verwonderen, meneer de rechter. Meneer Kostermans, hebt u kans gehad? Mevrouw Vertongen. Ja, ik heb een paar voorbeelden meegebracht, meneer de rechter. Wat is dat? Een kapotte vaas. Ja, dat dacht ik ook, maar meneer Kostermans heeft dat aan mijn echtgenoot verkocht als bouwdoos. Ja, ik geloof ook alles, hè. Deze koekoeksklok maakt geen geluid meer. Ze is zo kapot. Nee, meneer. Die is niet kapot. Dat is een koekoeksklok voor doven. Dat heeft meneer Vernon gezegd. Bon, ik heb genoeg gehoord. Meneer Kostermans, ik veroordeel u tot het betalen van de gerechtskosten en tot 40 uur gemeenschapsdienst. Gemeenschapsdienst? Nou, fijn, meneer de rechter, ik doe ganse dagen niks anders. Meneer Kostermans, gij moet dringend het verschil leren zien tussen wat rommel is en wat geen rommel is. Bal, miserie.